Voordat ik begin heb ik broeder Dwight Dissels gevraagd om een lied te zingen. Yes, Lord. Tell me what do you do when you've done all you can, and it seems like it's never enough. Tell me what do you say when your friends are gone away and you're all alone. Tell me what do you give when you've given your all and it seems like you can make it through? Well, you just stand when there's nothing left to do. You just stand and watch the Lord see you through. Yes, after you've done all that you can, you just stand. Oh, tell me, how do you handle the guilt from your past? Tell me, how do you deal with the shame? And tell me, how can you keep on smiling while your heart has been broken and filled with pain, filled with pain? Tell me what do you give when you've given your all and it feels like you can make it through? Well, you just stand when there's nothing left to do. You just stand and watch the Lord see you through. Yes, after you've done all that you can, you just stand and be sure. Be not entangled in that bondage again. God has a purpose. My God, He has a plan. Tell me what do you do when you've done all that you can and it feels like you can make it through? Well, you just stand. You just you've done all that you can. Oh, you prayed and cried, but you just stand. You never give up, you never give in, you just stand. Thank you.
Halleluja. Halleluja. You just stand. 2 weken geleden mocht ik met Gods genade ook hier staan. Toen sprak ik over de kracht van lofprijzing. De kracht van de tegenwoordigheid van God. En ik vertelde heel kort dat mijn vrouw midden juni werd geopereerd en dat zij 6 weken lang moest herstellen. En in die periode van 6 weken moest ik het huishouden doen. Normaal doet zij echt bijna alles. En nu moest ik zorgen voor eten. En mijn moeder heeft me niet geleerd om te koken. Dus wordt niet boos op mij. Maar ik zorgde wel dat er elke dag eten op tafel was. En dat het huis altijd netjes was. Het was opgeruimd. De keuken was schoon. En in die periode moest ik ook lachen. Want weet u wat me opviel? Wij hebben een gewoonte, we eten met z'n allen aan tafel. Dus Shirley kreeg het eten op haar bed en wij aten aan tafel. Maar soms kwam het wel eens zo voor dat iemand, een van de kinderen, misschien door het werk of door omstandigheden later thuis kwam. En toen zij dan thuis kwam, dan gebeurde het volgende. Papa, ik moet eten. Kent u dat? Nou, ik heb er al voor gezorgd dat alles keurig in bakjes is. Dus ik zeg gewoon, je kan het gewoon opscheppen. Nee, jij moet het opscheppen. Anders ga ik niet eten. En ik lachte gewoon, want ik dacht van, het kwam zo herkenbaar voor. Want toen ik jonger was en nog thuis woonde bij mijn ouders, als mijn moeder niet opschepte voor mij, had ik ook niet. En dan zie je zo, je hebt me gezegd dat de appel valt niet ver van de boom. Weet u wat ook heel grappig is, als u mijn kinderen bijvoorbeeld volgt? Als u ze soms hoort praten, of u hoort ze soms denken, hoort u eigenlijk ons praten of ons denken. Kent u dat? Precies hetzelfde. Vooral onze ouders, dat je denkt van, hoe kom jij? Precies dezelfde gedachte. Laten we lezen, Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Genesis hoofdstuk 1, vers 26. En er staat geschreven, is heel simpel, eerste boek van de Bijbel, dus u hoeft niet ver te zoeken. Eerste, volgens mij de tweede bladzijde van de Bijbel. Er staat geschreven in Genesis hoofdstuk 1 vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest spreekt die, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld heeft hij u en mij geschapen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En vers 31 staat geschreven en God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Tot zover. Weet u, we leven in een tijd waar heel veel tot je komt. Vooral via social media, via Facebook, via YouTube, via internet. Komt heel veel informatie tot je, ook heel veel predikingen komen tot je. En opeens zie je heel veel predikers opstaan. En wellicht dat ze er allemaal al waren, want de wereld komt door internet en door social media heel dichtbij. Maar wat me ook opvalt is dat vaak, wat hetgeen zij zeggen, deze predikers, dat wij dat zien als ja en amen.
Hetgeen zij prediken wordt vaak als waarheid bestempeld. En je hebt vaak predikingen of uitspraken en velen kennen die ook wel. En sommige, het gaat soms als zoete broodjes erin. We moeten naar een hoger niveau. Kent u dat? We moeten naar een nieuwe level. Ik moet diep gaan. Waar in de Bijbel staat geschreven dat u naar een hoger niveau moet gaan? Amen. Eén durft amen te zeggen. Of dat u diep moet gaan. Of ik moet mijn bestemming bereiken. En we maken er vaak een hele godsdienst van. Terwijl de Bijbel praat over jaag naar de heiliging zonder welk niemand zal zien. Dat willen we vaak niet horen. Of gewoon heel simpelweg, dien de Heere. Dien de Heere gewoon. Wat me ook vaak opvalt, dat als je dan nog met zulke gelovigen praat. Die het zo vol hebben over van, we moeten naar een hoger niveau. Dat je vaak ziet dat ze vaak nog dingen in hun, niet iedereen, ik wil niet generaliseren. Maar vaak nog dingen in hun leven vasthouden. Waarvan je denkt van, hoe is dat dan mogelijk? Aan de ene kant praat je over naar een hoger niveau gaan. Maar aan de andere kant hou je iemand op je hart. Vaak zijn je mag het bijna niet zeggen, maar toch zeg ik het gewoon. Vaak mensen die het hebben over een hoger niveau, ze willen niet gecorrigeerd worden. Ik wil naar een hoger niveau, maar stap per ongeluk op hun teen, dan zie je wat er naar boven komt. Maar we hebben het over een hoger niveau, ik moet diep gaan. Of deze. De salving verbreekt elk juk. Iedereen kent het en iedereen vaak gebruiken we dat. De salving verbreekt elk juk. Maar vertel mij, waar in de Bijbel staat dat? De salving verbreekt elk juk. Ik weet dat mijn vrouw maakt altijd aantekeningen in haar iPad en heeft haar telefoon erbij. En dan soms als een voorganger predikt en hij haalt geen tekst aan. Hij noemt bijvoorbeeld tijdens een preek gewoon een bijbeltekst en vraagt, waar staat het geschreven? En dan zoekt ze het snel in de telefoon. Deze ga je niet kunnen vinden, Shirley, bij voorbaat. Maar wel staat er in de Bijbel, in Jesaja 61, de geest des Heren is op mij. Omdat hij mij gesalfd heeft. U bent gesalfd, geliefden. U bent gesalfd. Waarom? Omdat de Heren, hij heeft u gezalfd, hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Dat is die salving wat dat teweeg brengt in uw leven. Om een blijde boodschap te brengen. Aan ootmoedigen om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Een dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Maar we houden ons vast aan dit woord en we bidden. De salving verbreekt elk juk. Ik weet dat ooit eens een prediker hier een geweldige preek over heeft gegeven. En hij waarschijnlijk echt heel veel inzichten van de Heer ontvangen. Maar wat hebben wij vervolgens ervan gemaakt? We hebben er vaak een, je mag tussen aanhalen, een hele godsdienst van gemaakt. Alsof het daarom draait. Daarom wil ik u deze ochtend aansporen, geliefde. Ken uw Bijbel. Ken uw Bijbel. Ken uw Bijbel. Ken het woord van God. Amen. En ik ben hier niet om predikers af te vallen of aan te vallen. Totaal niet. Begrijp me, u moet me niet verkeerd begrijpen, want ik kijk ook regelmatig naar predikers en ik word ook opgebouwd. Maar we moeten wel weten wat het woord van God zegt. En Gods woord is nog altijd de waarheid. Mag ik een amen horen? Amen. Halleluja. Het is fijn om naar predikers te luisteren, absoluut. Ik vind het fijn om naar mijn voorganger te luisteren. Maar dan was ik blij dat hij vorige week in zijn preek, ik heb het direct opgeschreven, toen hij zei, we willen een bijbelvaste gemeente zijn. Ik vond het direct een bevestiging voor mijn woord. En hij voegde er nog aan toe, ik wil een bijbelvaste prediker zijn. Ik wil niet met redeneringen of leringen meegaan, zei hij. Is dat niet geweldig?
Is dat niet geweldig? Daarom hou ik van deze gemeente. Daarom hou ik van mijn voorganger. Houd je aan het woord van God. Amen. Nog eentje. Dan ga ik stoppen. Dan ga ik verder. We hebben ook bijvoorbeeld een gezegde. We houden het vaak, we citeren het. Voor de Jood ben ik een Jood. Hoeveel hebben dat niet gebruikt? Voor de Griek ben ik een Griek. Dat staat niet in de Bijbel. En vaak gebruiken wij het alleen maar om goed te praten dat wij met onze vrienden kunnen socializen. Voor de Jood ben ik, zodat mijn vrienden zien dat ik gewoon ben. Als u het in zijn context leest, dit gedeelte, dat staat in 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 20, dat staat er geschreven, zegt Paulus, ik ben voor de Jood geworden als een Jood. Waarom? Om Joden te winnen. Dus als u een volgende keer zegt, ik ben voor de Jood een Jood of voor de Griek een Griek, en je zegt het in verband met, ik wil me socializen met mijn vrienden, is het dan om met hun mee te doen of is het om hun te winnen? Denk erover na. Dan zegt hij, hun die onder de wet staan, als onder de wet. Paulus had iets tegen de wet, maar toch zegt hij, voor hun die onder de wet staan, als onder de wet. Hoewel persoonlijk niet onder de wet, maar waarom? Om hen te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Was Paulus dan bandeloos? Totaal niet. Maar hoewel ik niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet zijn, te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden. Waarom? Om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enigen te redden. Dat was zijn doel, zijn motto. Weet u, vaak volgen wij hypes. Ik noem het hypes, ja? We volgen trends. We gaan van de ene conferentie naar de andere conferentie. Want ik moet naar een hoger niveau. Maar vaak hebben deze, ik noem het hypes, deze dingen hebben ons tijdelijk vurig gemaakt. Een volledige verandering is vaak uitgebleven. En toch gaan wij die trends na. Laat me u zeggen, en God spreekt vandaag in ons midden. Net zoals onze voorganger vorige week predikte en zei, ik weet welke gedachten ik over u koester, spreekt God vandaag. U bent uniek. Zeg, ik ben uniek. Amen. U bent geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Dat betekent dat u het verlangen, God heeft het al in u geplaatst, moet daar zijn om elke dag zijn beeldenis, zijn gelijkenis uit te dragen. Amen. U moet op hem gaan gelijken. U moet gaan praten net als hem. U moet gaan denken net als hem. Amen. Net zoals ik wat zei, als u mijn kinderen soms hoort praten, hoort u ons praten of ons denken. Zo moet het ook met ons zijn als een geestelijke. U moet gaan denken, gaan praten, net als Jezus. We zongen vroeger een lied. Mi van praxeri, fa you praxeri. Of niet? Mi van itaki, leki you. Che mi masra, moro nanga moro mi van. Ik ga het vertalen. We moeten praten als Hij. We moeten denken als Hij. Mijn verlangen is om op hem te gaan gelijken. Amen. Dat betekent, als u dat zegt, dat u niet meer van uzelf bent, geliefde. U bent niet van uzelf. U bent van Hem. Dat betekent dat we leven in de geest en niet meer in het vlees. En weet u, ik vertelde de vorige keer ook al, de boze gaat tekeer en hij wil ons geloof aan het wankelen brengen. En we merken vaak niet eens op dat wij soms het spoor volledig bijster zijn. Weet u, we hebben in onze relatie met de Heere heel veel toegelaten. We laten soms zaken toe in ons leven die we vroeger nooit toe zouden laten. Ik weet nog, dit is ook mijn tijd, maar toen ik wat jonger was, pastora, weet ik dat als je naar een film ging,
in je tienerjaren. Het leek alsof je een doodzonde had begaan. Kent u die tijd, gelovigen? Nu is alles gewoon. En voel je niet schuldig, begrijp me niet verkeerd, maar je ziet hoeveel water wij bij de wijn hebben gedaan. Vroeger was het echt, ik weet nog goed, toen ik volgens mij 14 jaar ging, dan ging ik stiekem. Mijn ouders mochten het niet weten, want als mijn ouders het zouden weten, zou ik een donderpreek van hun krijgen. Ging ik naar Beverly Hills Cop en ze mochten het niet weten, met mijn neven ging ik. Weet u, we houden ons meer bezig met randverschijnselen dan waar het in feite echt om gaat. En we hebben op veel vlakken zelfs onze eigen evangelie gemaakt. En we praten echt heel veel dingen goed, gelovigen. En ik wil er niet op ingaan, want ieder mag zich voor zichzelf invullen wat u allemaal goed praat. Soms houden we mensen op een afstand en we vinden het heel gewoon. Maar vervolgens willen we wel met diezelfde persoon naar de hemel gaan. Ik weet niet naar welke hemel u wilt gaan, sorry. Nee, ik hou jou op een afstand. Maar Heer, En weet u, de boze infiltreert in ons leven. En wat doen we al te vaak? We slapen. Hij zorgt dat we mat worden, dat we lauw worden, dat we nalatig worden. Dat we God niet meer zoeken zoals we hem moeten zoeken. Dat we onregelmatige stille tijd hebben, niet meer regelmatig de Bijbel lezen, niet meer bidden. Maar we willen wel overwinning in ons leven hebben. We willen wel gebedsverhoring hebben op ons schietgebedje. Zeg terug naar de basis. Zeg terug naar de basis. Terug naar de basis. Terug naar de basis in uw relatie met de Heer. Weet u, terug naar de basis betekent eigenlijk simpelweg, pak de draad weer op met de Heer. Ik zeg niet dat u helemaal opnieuw moet beginnen. Daar praat ik niet over. Kijk, iemand die echt helemaal is afgedwaald van de weg van de Heer en God niet meer dient en helemaal in zonde is vallen, ja, die moet opnieuw beginnen. Maar u die gelovig bent, soms moeten we gewoon de draad weer oppakken. Weet u, laat me het voor u illustreren. 5 jaar geleden hebben mijn vrouw en ik wat geld gespaard en we hebben wat spullen voor thuis gekocht voor een fitnesskamer. We hebben onze loopband, een roeiapparaat. Daarvoor renden wij altijd buiten. We gingen echt bijna elke avond, zeker 4-5 keer in de week, gingen wij buiten rennen. Weer of geen weer, maakte ons niet uit. Maar naarmate je wat ouder wordt, ik ben nog niet zo oud, begon je zo van, het regent, jij mag gaan, ik ga niet. Dus we dachten van, weet je wat, we sparen wat geld, dus we kopen goede apparatuur en we hebben onze eigen dingen, een eigen loopband, noem maar op. En het eerste jaar ging goed. Ik weet niet wie hier wel eens naar de sportschool gaat of op een loopband staat. Ik weet, een geheimpje, moet je aan niemand doorvertellen. We gingen eens naar een conferentie, ik durf niet te kijken. En toen gingen pastoor en ik samen rennen op de loopband. Dus ze weet waarover ik praat. Maar dan stel je snelheid in, toch? Nou, als je pas begint op een loopband, kan je niet in 1 keer het op 9 of 10 kilometer per uur zetten. Je bouwt het op. Ja, toch? Dus ik begon met 6 kilometer. Boep, 7, dus je gaat wat sneller. Je hebt 8, ja, 9, 2, weet je wel. Maar, en het eerste jaar was heel fijn, leuk, echt regelmatig. Maar na een jaar, dat kent u allemaal, is de nieuwigheid er van af. Dus na een jaar gebeurde er niks meer in die kamer. Totdat we zeiden van, we hebben echt heel veel geld erin gestoken. Dat we zeiden van, dit is echt zonde van ons geld. We moeten weer de draad oppakken. Maar dat ging niet zo gemakkelijk. Want als je een jaar echt eruit bent, ben je echt eruit. Dus wij moesten echt opnieuw beginnen. Want die conditie was helemaal weg. Dus je moest weer opnieuw beginnen.
Wat me ook is opgevallen in de afgelopen 3 jaar, sinds we echt regelmatig, zeker 3, 4 keer in de week erop staan, dat er wel eens momenten zijn, en weet u wanneer die momenten het hardst, het zwaarst zijn? Zal ik heel eerlijk zeggen? Nee, laat me het maar niet zeggen, want anders... Maar er zijn de momenten dat je 6 weken lang misschien even niet hebt getraind. En dat bedoel ik met de draad weer oppakken. Maar omdat je al conditie hebt opgebouwd, hoef ik niet meer opnieuw te beginnen. Want ik kan gewoon weer het knopje, ik heb 3 knopjes. Een groene walk, jog en run. En de rest allemaal andere knopjes, maar die zijn gewoon boep. Dus je doet op run en je kan weer gewoon rennen. Je pakt de draad weer op, want de conditie is er al. En dat is ook wat u met de Heere moet doen. Terug naar de basis in uw gezin. Ja, maar broeder, u begrijpt me niet. Mijn man kijkt naar andere vrouwen. Of broeder, mijn vrouw heeft geen aandacht meer voor mij. En hier zijn kleine kinderen. Ik wil ga niet zeggen wat aandacht betekent. Dat weet u zelf wel. U moet weer teruggaan naar de basis in uw relatie. En weet u, in uw relatie, sommigen moeten zich gewoon opnieuw bekeren. Weet u, vaak in pastorale gesprekken met echtparen, dan hoor je, dan wil je echt meegaan. Dan kan je echt van, ja, je moet dat doen, of je kunt dat doen, of zus doen. Maar soms kan je gewoon zeggen, je moet je gewoon opnieuw bekeren. Sommige echtparen willen gewoon zich niet buigen voor die ander. Nee, jij, ik heb gelijk, jij moet sorry zeggen. Als je de minste wilt zijn, buig, zeg gewoon sorry. En het probleem is veel sneller opgelost. Ja, maar ik ben al 30 jaar getrouwd, wat weet ik ervan? Bekeer je man met je 30 jaar. Weet u, we zeggen het soms zeggen we het is heel gemakkelijk, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Denk terug aan de tijd toen u nog verliefd was. Toch? Toen was uw partner was de mooiste, de beste, de liefste van de hele wereld. Ga terug in uw relatie. Ga terug. Pak de draad weer op die het hebben laten liggen. Jongeren, ga terug naar de basis in je relatie met je ouders. De Bijbel zegt, heb respect voor je ouders. Ouders moeten misschien teruggaan in hun relatie met hun kinderen. Gods woord zegt, prikkelt uw kinderen niet. En dit kan best wel heel veel, we lezen het, maar we staan er soms niet bij stil. Ik ken een geval waarbij ouders hun kind zodanig hebben geprikkeld, dat die hele relatie verstoord is, dat ze niet meer met elkaar bemoeien. Het is geen amen, het is au. Wat houdt het in, teruggaan naar de basis? Het houdt in dat u gaat beseffen dat u zonder hem niets kunt doen. Weet je nog toen u... Sommigen van u zijn wel eens verliefd geweest, toen u pas verliefd was, hè? Op iemand. En dat u wou die persoon altijd bellen. U wou altijd in zijn of haar tegenwoordigheid zijn. Dat betekent teruggaan naar de basis. Weet u, Openbaringen 2 vers 4 zegt, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. U wou toen altijd in de tegenwoordigheid van God zijn. Waar is dat verlangen in ons gebleven? Dat we dagelijks in het huis des Heren willen zijn. Dat we dagelijks met hem bezig willen zijn. No matter what, het maakt niet uit. Of het regent of sneeuwt. Ik wil de Heren prijzen. Ik wil in zijn tegenwoordigheid zijn. Samen met mijn broeders en zusters. Nu is het een tijd gekomen. Ik zegen de mensen die via livestream kijken. Niets ten nadele over dat. Maar het is zo gemakkelijk. Ach, ik blijf wel thuis, want ik kan livestream kijken. Maar kom naar het huis des Heren. Ga de Heren weer dienen. Ga weer aan zijn voeten zitten. Amen. Ga weer zitten aan de voeten van de Heren Jezus. Daarom zeg ik, voor sommigen betekent teruggaan naar de basis. Dat u terug moet gaan naar het altaar waar het allemaal begon. Voor gehuwden betekent het misschien dat u weer een romantisch diner moet gaan organiseren voor uw partner. Ik zei laatst op een huwelijk, ik zei, wat je vroeger deed om je partner te winnen, moet je nu doen om je partner te behouden. Alleengaande moeten misschien de draad weer oppakken met een studie. Of met hun dromen navolgen.
En leg die dromen in de naam, in de handen van de Heer. En hij zal ze zegenen. Waar je de draad hebt laten liggen, pak het weer op. En zo gaat het ook in onze relatie met de Heer. Ik vertelde net over mijn training. Weet u, het is niet hoe u begint, maar het is hoe u eindigt. En vooral hoe je krachtig eindigt. Hoe hard u ook in het leven geslagen wordt. U staat weer op. U staat weer op. U moet eens sporters volgen, hè? Ik kijk wel eens naar Facebook en dan zie je wel eens komen van die filmpjes langs. En dan heb je van die boxers. Die dat denken, jij gaat echt verliezen. Die wordt geslagen, bam, en hij valt. Maar hij is zo vast besloten om te winnen. Hij staat op en hij wint. En dan denk je van, hoe is dat mogelijk? Of deze dagen is, hoe heet dat ding op televisie? Wereldkampioenschappen atletiek. En ik kijk er vaak naar. En vooral de mensen die rennen. Dan zie je hoe ze vast besloten zijn om te winnen. En sommigen zijn achter, maar dan nog de laatste 200 meter. Ze geven alles en ze, bam, en ze gaan naar voren. Of die marathonrenners. En ik zeg niet van, u moet de eerste over de streep zijn, want het maakt niet uit. Het is niet hoe u begint, maar hoe u eindigt. U moet die eindstreep halen. Amen? En dan zie je die marathonrenners. Sommigen zijn helemaal moe, verzwakt. En sommigen, maar ze zijn vast besloten om die eindstreep te halen. Ik ken een filmpje van een marathonrenner. Die man kon niet meer. En die vader, hij komt dan het stadion inrennen en zijn vader ziet dat. Die vader is gebroken en die denkt, ik ga mijn zoon ondersteunen. En samen komen ze zo die eindstreep over. Daarom hebben we elkaar ook nodig, geliefde. Amen. We kunnen een schouder voor elkaar zijn. Het is niet hoe u begint, maar hoe u eindigt. Daarom hou u vast aan het woord van God. Amen. Billy Graham was zo'n man. Billy Graham, een van de grootste predikers van deze tijd. Die menig persoon aan de voeten van de Heere Jezus heeft gebracht. Toen hij begon, begon hij met 4 evangelisten. En die waren allemaal bekender dan Billy Graham. Maar zij werden door de tegenslagen van deze wereld, door de aanvallen van de boze, heeft de boze hun helemaal off track gebracht en ze konden niet meer. Maar Billy Graham was niet bekend in die dagen, maar hij hield vol. En kijk hoeveel zielen, hoeveel mensen hij heeft kunnen brengen naar het kruis van Golgotha. Ik had eens een keer een preek. Dit keer geef ik niet op. En geliefde, geef de strijd niet op. Daarom liet ik Dwight zingen, stand. Dwars door alles heen. U blijft staan. U blijft staan op het woord van God. Welke stormen ook komen in uw leven. Welke tegenslagen ook komen. Hou u niet vast aan wat een prediker zegt. Maar hou u vast aan het woord van God. Dat u doorgaat ondanks alles. Dwight zong het in zijn lied. Dat na de stormen, daar ziet u de Heer. Ook al huilt u, ook al heeft u tranen. U houdt vol. Amen. Weet u, teruggaan naar de basis kan soms ook verhinderd worden door teleurstellingen, door ontmoedigingen. Dat je op den duur vastzit in het leven. En soms kunnen teleurstellingen of ontmoedigingen echt pijnlijk zijn, echt diep gaan. U kent dat. Afgelopen week kregen mijn vrouw en ik een app van iemand. En die persoon zei hoe die persoon daarvoor de Heere diende. Maar zo teleurgesteld was in bepaalde personen naar wie zij opkeek in de Heere. En die personen hebben haar teleurgesteld. En dat ze God niet meer wou dienen. Dat is wat ontmoediging doet. En dat is het plan van de boze geliefde. Hij wil ons helemaal van het spoor brengen. En een jaar lang heeft die persoon zo geleefd. En die zei van, ik moet weer de draad oppakken. Ik moet de Heere wil dienen. Kunnen jullie ons helpen? Dan wil ik u zeggen, geef niet op, geliefde. Waar u ook doorheen gaat, hou vast aan het woord van God. Ga Jezus uitdragen in uw omgeving, in uw leven. En u zult zien, het gaat beter met uw leven. Amen? Ga terug naar de basis. Halleluja.
En wees niet alleen een hoorder des woords, maar wees bovenal een dader des woords. Geef de Heer een applaus. Halleluja. Halleluja. Laten we gaan staan. Ga je weg? Halleluja. Yes, Lord. Jesus, hallelujah. Oh, oh. Our Father, all of heaven, rush your name, sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth, our Father. All of heaven rush your name, sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. It's the sound of heaven touching earth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Our Father, all of heaven rush your name, sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven. Dat is die doorbraak in uw strijd. Dat is waar u nodig heeft.
dat is waar u naar verlangt. Dat is die relatie met God waar u zo naar verlangt. Dat is die sound of heaven that is touching earth. Come on, sing it. The sound of heaven touching earth. The sound of heaven. We want to see revival, Lord. Hallelujah. We want to see.
see your peace, Jesus. We want to see hope, Jesus. Waar je ook doorheen gaat, grijp die overwinning. Oh, Jesus. Grijp die overwinning. Hallelujah. Hallelujah. We want to see your kingdom here. Dank je, Vader. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Grijp die overwinning. Grijp die overwinning. Misschien heb ik tot enkele gesproken deze ochtend en wilt u uzelf toewijden. Dan wil ik u de gelegenheid geven om naar voren te komen. En we zullen kort met u bidden. Misschien moet u teruggaan naar die basis. Teruggaan in uw relatie met de Heer. Teruggaan in uw relatie met uw partner. Misschien moet u teruggaan in uw relatie met uw kinderen. Teruggaan in uw relatie met u naar uw ouders toe. Halleluja. Halleluja. Maar wijd jezelf weer toe. Wijd jezelf weer toe. Laat Gods koninkrijk weer volledig beslag nemen in je leven. En in Gods koninkrijk is alles verweven. Maar dan gaan we wandelen als koningskinderen. Gaan we praten als koningskinderen. Dan gaan we denken als koningskinderen. Dan gaan we handelen als koningskinderen. We want to see your kingdom here. Halleluja. 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 Yes, Lord. Misschien moeten enkel zich toewijden weer. En zeggen, Heer, ik kom terug. Ik ga u weer dienen zoals u gediend wilt worden. Halleluja. Ik wil de bidders vragen om degene die hiervoor staat kort te zegen. Halleluja. De aanwezige bidders. Spirit, break out.